Ja, Wessel, in het kader van hardnekkig je polsen bij je uitpik. Je hoeft je echt niet meer te bewegen. Je bent zo dichtbij om het niet meer te doen. Dus misschien moet je na dit weekend, als je de winterwedstrijd hebt gevaren, gewoon het niet meer doen. Gewoon je polsen recht houden, je riemen naar de vingertopjes rollen. Ik vind dat je daar even kwaad op moet maken. Dat je daar even streng voor jezelf moet zijn. Want in je handling is het het laatste stukje wat scherp moet. Voorin begint het echt al stukken strakker te worden. Het komt allemaal vanzelf goed. Moet je ook op blijven letten. Maar met name die polsen achterin, dat moet echt eruit. Nu! Je ziet ook dat je stil blijft zitten achterin, hè? Dus je moet achterin in één keer achterover en weer terug. Dus niet even pauze houden naar die haal die zo vermoeiend was. Maar schommelen achterin, heen en weer bewegen, achterover en weer terug. En dat gaat ook beter als je je rug wat meer uitstelt. Want die rug komt nu te vroeg en daardoor rust hij heel erg hard. En nu ga je een stukje hard. En nou zie je hoe dat race op de sliding een probleem is, hè? Buikspieren aanspannen voor. Trap je buikspieren, span je buikspieren aan, dat helpt en bij dat terugkeren achterin. En dan trap je voorin niet meer door je bankje. En je ziet nu ook aan je boot, hè, je rijdt hem bijna elke hout dood. Als je iets meer rust neemt door drie, iets meer de boot onder jou door laat komen, heb je meer snelheid bij je catch open, over en loopt de boot lichter en makkelijker.